Zo. Hallo lieve mensen. En welkom bij Live Schilderen met Sandra, de laatste van dit jaar. We gaan het toch snel, hè? Ik ben vorig jaar oktober ben ik begonnen met deze live schildersessies op Facebook. En ik bedacht me ineens vandaag, ik heb het volgens mij wel afgelopen oktober een keer vermeld, maar ineens vandaag had ik zoiets van, hey, verrek, het is al meer dan een jaar geleden dat ik dus iedere, eerst voorheen was het woensdag en nu donderdagavond schilder voor jullie op Facebook. En ik had toen ik dit begon ook helemaal niet verwacht dat ik dit zo makkelijk een jaar lang zou volhouden, want het is toch wel een bepaald commitment wat je aangaat. Maar ik vind het echt super leuk en heel fijn om te doen. De donderdagavond bevalt mij wel goed, omdat dat met mijn andere werk wel beter valt. In principe denk ik dat het voor jullie ook weinig uitmaakt of het op woensdag of donderdagavond is, want je kunt het ook altijd nog terugkijken. Dus voorlopig houden we het even op de donderdagavond en ga ik in januari 2020 gewoon weer aan de slag voor jullie, ook op donderdagavond. En heel erg leuk en ook wil ik nog even erg vertellen tegen jullie nu. Mijn dankbaarheid voor afgelopen anderhalf jaar bijna. Om mee te kijken, comments te geven en gewoon me te volgen. Echt geweldig dat jullie hier onderdeel van kunnen zijn vanuit wat ik met jullie samen wil delen. Dus echt heel erg fijn. Dankjewel. Het is toch een mooie om het jaar mee af te sluiten met de dankbaarheid van jullie, mijn volgers. Zoals jullie misschien ook al in de aankondiging van de video hebben gezien en net ook het beeld, ga ik vanavond verder schilderen aan het schilderij van de Vitruvian Woman, zo noem ik hem nu. Het is een opdracht voor een boekcover en normaal de Vitruvian Man van Leonardo da Vinci wordt dus normaal alleen in de mannelijke versie bestaat hij. En voor deze opdrachtgever hebben we daar zeg maar een soort van een nieuwe variant van gemaakt. Hoi Monica! En dat is dus een man-vrouw. Ik zal het nog even... Ik kan hem ook zo laten zien trouwens. Dan zet ik jullie iets meer in het licht. Zoals jullie kunnen zien heb ik heel hard gewerkt. Vergeleken met vorige week. Want toen was ik nog met het lichaam bezig. En ik heb vandaag al heel veel ook aan de achtergrond kunnen doen. Je ziet nu misschien ook wel beter het man-vrouw gedeelte. En de chakras, de platonic solids, de heilige geometrie op de chakras. En door de achtergrond wordt het nu ook echt wel meer een schilderij, vind ik zelf. Dus ik heb de cirkel en de seed of life, die je hier ziet. En de achtergrond achter het figuur heb ik vandaag geschilderd. Dus het is allemaal goed nat, dus ik moet wel een beetje oppassen vandaag waar ik mijn vingers en handpalm neerzet. Dus ik moet niet vergeten deze stok te gebruiken als ondersteuning. Want anders vlek ik alles weer uit. Dat zou zonde zijn. Ik zal hem nog eventjes zo naartoe zetten. Even kijken hoor. Hoe kan je het beste zien? Zo denk ik. Hè? Ja. Zoals je hier kan zien is deze kant is mannelijk. Die kant is vrouwelijk. Hier zit de seed of life, de wortels aan de onderkant. En nu ga ik hier aan de bovenkant, waar nog niet zit, ga ik een boom, de takken en de bladeren van de boom een beetje weergeven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bovenkant ook in de achtergrond een beetje gaat verdwijnen. Dus ik ga niet heel veel detail daarin zetten. Maar in ieder geval wel dat het een boom wordt. En de lotusjes die zijn ook nieuw. Daar staan een plus en een minteken in van de energie aantrekken, afstoten. Je hebt een kant, een ontvangende kant en een gevende kant. Dat geeft dat onder andere ook weer. Ik denk dat ik jullie wat meer uitleg ga geven op het moment dat ik aan het schilderen ben. Dat is ook wel leuk. Dan kun je ook gewoon meekijken en een beetje luisteren.
Mochten er vragen zijn, opmerkingen, tipsen. Ik kijk regelmatig op het beeldscherm en dan kan ik antwoord geven. Ik heb een heerlijk muziekje op de achtergrond. Dus hopelijk kunnen jullie ook een uurtje gewoon meegenieten met het kijken en tot rust komen. Want dat is ook gewoon heerlijk. Heb je zelf inspiratie om zelf iets te maken? Dit is ook een gelegenheid om dit uur zelf creatief bezig te zijn. Daarvoor ben ik in eerste instantie deze uurtjes live schilderen op Facebook begonnen. Om jullie te inspireren om ook zelf iets te gaan maken. En dan bedoel ik niet dat je hetzelfde gaat maken als ik. Maar dat je gewoon een momentje voor jezelf vindt om even te gaan zitten. En lekker iets te tekenen of te schilderen, borduren, whatever jouw ding is. Maar gewoon dat momentje voor jezelf even te creëren. Dat je gewoon gaat zitten en iets maken. Gewoon lekker even geen tv kijken. En gewoon bezig zijn. En ik weet zelf dat het altijd wel fijn is om dat samen met anderen te doen. Dus daarom dit uurtje waarin ik dan zelf werk. En dan heb je toch een beetje het gevoel alsof we samen bezig zijn. En ja, de muziek, ik geef hier de setting. En geniet ervan, zou ik zeggen. Doe wat waar jij blij van wordt. En nou, voor nu ga ik lekker aan het schilderen. Veel kijkplezier en ik zie jullie over een uurtje weer in beeld. Ik zet de camera weer even dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik ga doen. Nou, moet ik boven in het schilderij gaan werken? Dus ik zet hem nou. Even kijken of ik het zo kan doen, anders ga ik hem daar op zijn kop zetten. Maar we zien wel hoe het gaat lukken. Dan begin ik eerst met de takken. Ik zal aan deze kant beginnen, want die is het dichtst bij de camera. Die je dat ook het beste kunnen zien. Dus dan ga ik eerst de schaduw, licht en schaduw schilderen. Zodat alles een beetje tot leven komt. Ik zie wel dat er een flinke lichtinval op is. Dus ik ga daar even kijken of ik hem misschien de camera anders neer kan zetten. Anders is er voor jullie ook niet heel veel te zien zo. Ik zal zo eens proberen of ik hem aan de andere kant kan zetten. Werkt dat wel goed? Oké, 1, 2, 3. Fly! Ik denk dat dit voor nu even beter werkt. Kijk, dan heb je niet die spiegeling van het licht. Niet dat ik er zo dan voor ga zitten. Dat is dan weer het nadeel van deze kant natuurlijk. Zoals je ziet is het altijd toch nog even een beetje uitproberen. Hoe is het nou het beste
En voor mij om te schilderen en voor jullie om het allemaal goed te kunnen zien. Als ik hier... We gaan het gewoon even proberen en ik kijk of het lukt, anders dan verhuis ik jullie weer. Ik denk dat ik er zo met mijn vingers voor zit. Ja. Penseel op een bepaalde manier vasthouden. Ik kan moeilijk hele rare houdingen gaan doen. Dan kan ik geen rechte lijntjes zetten. Super leuk, Monica, dat je weer meekijkt. Ben je zelf ook met iets bezig van een schilderij of een tekening? Mag je natuurlijk altijd even laten zien. Leuk, ook om anderen te inspireren. Hoi mam, leuk dat je meekijkt. Ik ben nu bezig met de vruchten in de boom. Ik heb vandaag al heel wat geschilderd in dit schilderij. Er is al een heel gedeelte van de achtergrond zichtbaar. Staat er al op, is al een heel verschil, hè? Dit is allemaal nat nu, de achtergrond en de cirkel hier, de Seed of Life. En de worteltjes van de boom hier beneden. Dus het wordt al heel wat. En nu ben ik met deze bovenkant bezig, wil ik... de silhouet van de boom schilderen met de vruchten.
proberen rekening mee te houden dat ik niet met mijn hand constant in beeld voor het beeld zit. Maar ik kan niet beloven dat het de hele tijd lukt, want ik moet er natuurlijk wel goed bij kunnen. Dankjewel, Kaya. Leuk dat je meekijkt. Dan moet ik eigenlijk die penseeltjes niet in mijn mond doen, want dan kan ik natuurlijk niet zo goed praten met jullie. Dus ik zal ze niet de hele tijd in mijn mond stoppen. Een soort van moeten betisselen. Een kopje thee gedronken en een taartje gegeten als break eigenlijk even tussen het schilderen door. Want ik was vanochtend al begonnen. En ik merkte vorige week, omdat ik zoveel had geschilderd, dat ik echt wel last kreeg van mijn gewrichtjes in mijn vingers. Dus ik dacht, het is goed om even niet te schilderen, even een break te nemen. Dus zijn we lekker ergens in een... in een lunchroom wat thee gaan drinken. En we hadden toevallig echt wel... Nou ja, toevallig, ik heb met haar eigenlijk altijd wel hele goede gesprekken. En we hadden het op een gegeven moment over spiritualiteit. Dat het soms best wel een beetje een afschrikwekkend woord kan zijn voor sommige mensen. Omdat het gewoon... Of het klinkt als zweverig. Of dat mensen al meteen afhaken gewoon bij het woord spiritualiteit. Omdat het zoiets is van ja, dat hoort niet bij mij. Maar we hadden het er eigenlijk over dat juist door dat woord niet te gebruiken, het eigenlijk beter zou zijn misschien. Want ieder mens is eigenlijk spiritueel. We worden allemaal met een spiritueel geboren. Alleen er is gewoon een bepaalde dogma, eigenlijk een soort van dogma opgekomen op dat woord. En eigenlijk zijn we ons hele leven in dualiteit op zoek naar balans. Want ja, ieder mens is eigenlijk op zoek naar balans. En hoe spiritueel is dat eigenlijk? Eigenlijk gaat het daarom. Spiritualiteit gaat eigenlijk om jezelf beter leren kennen. Dat betekent tenminste voor mij spiritualiteit. Het heeft verder helemaal niks te maken met of je wel of niet contact hebt met de andere zijde. Of je nou wel of geen yoga doet of vegetarisch bent of een gezond leven leidt. Het heeft voor mij verder, spiritualiteit gaat voor mij echt over jezelf beter leren kennen. Dan heb je daar, iedereen heeft daar zo zijn eigen handvaten in natuurlijk. En toen, we hadden het er zo over en toen moest ik eigenlijk denken aan dit schilderij waar ik nu mee bezig ben. Dualiteit en balans. Het zoeken van balans in dualiteit. We leven allemaal in dualiteit, want het leven bestaat niet alleen maar uit leuke dingen. Even kijken of ik jullie toch nog even kan verzetten, want ik zit er met mijn hand vol. Een beetje zo.
Dus we hadden het over spiritualiteit, dualiteit. Dus eigenlijk ieder mens is spiritueel. Je wordt spiritueel geboren. Eigenlijk kunnen we, zijn we allemaal gevoelig, hooggevoelig. Kunnen we allemaal onze intuïtie gebruiken. En zo eigenlijk ons eigen leven vormgeven. Dus dit schilderij geeft eigenlijk ook wel aan de balans. En op zoek naar balans en de dualiteit. De dualiteit zit hier, dus hier in het schilderij, in de man-vrouw. En de balans zit er ook in, man-vrouw. Het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf vinden, accepteren. En bijvoorbeeld in de lotusjes zitten de plus en de min. Dus energie geven en energie ontvangen. Dus ook het balans vinden daarin, maar ook de dualiteit. Dus ik vond het wel een mooi onderwerp om over te filosoferen. En ik denk, hey, verrek, ik ben er gewoon zelf eigenlijk ook al weken mee bezig in dit schilderij. Dus ook niet voor niks dat mij dat natuurlijk opvalt. Dit soort onderwerpen. Want waar je mee bezig bent, daar krijg je ook gespiegeld. Zo werkt het nou helemaal. Te denken, kan jullie ook nog een beetje omhoog draaien, dan kan ik het eigenlijk nog beter zien. Als ik dat nou eens even doe, zo. Dat is een andere gezichtspoint. Dan zet ik hem misschien niet zo helemaal voor. Kijk eens. Ik denk toch dat ik het schilderij misschien moet omdraaien. En ik zie ook dat de verbinding niet constant is. Maar ja, daar kan ik helaas op het moment niks aan doen. Dus hij zal misschien nog een paar keer afbreken. Maar ik blijf gewoon lekker doorwerken. En jullie kunnen gewoon weer meekijken. Toch het schilderij even op zijn kant zetten, want het is voor mij ook een beetje buiten bereik om te schilderen op deze manier. Dus even kijken, doe het zo. Zo kan ook wel. Voor jullie zo goed te zien. Zo. Vanmiddag toen ik bezig was met die cirkels hier zo en daar, ben ik gewoon staand aan het schilderen geweest, want ik kon er gewoon niet goed bij. Het is wel belangrijk, vooral als je die dunne lijntjes doet van die je hier zo ziet, dat je er gewoon goed voor staat en niet je hand heel tijd aan het shaken is. Ik
Vroeger schilderde ik eigenlijk altijd staand. Omdat ik nu zo veel kleiner werk maak, is het gewoon wel fijn om in een goede zitpositie ervoor te kunnen zitten. In de boom. Ja, dat kennen we allemaal wel, hè? De vruchten plukken. Vruchtbaarheid. En dat geldt hetzelfde voor de wortels van de boom. Daar zit in het midden zit daar ook een ei of een vrucht. Een juweel. Dat is ook een mooie symboliek van de basis. Dus een zaadje wordt eerst geplant en heeft even de tijd nodig om tot bloei te komen, om uiteindelijk vruchten te kunnen werpen. Geeft eigenlijk ook altijd de maand december wel een beetje dit gevoel van terugkijken naar het jaar en wat is allemaal goed gegaan, een beetje filosoferen erover. Wat zijn de dingen die je anders gaat doen, dingen die je nog wil aanpakken. En omdat ik afgelopen 2 weken wel veel heb geschilderd, zijn ook eigenlijk allemaal mooie momenten om daar een beetje op te filosoferen en op terug te kijken. Ik heb mezelf in ieder geval voorgenomen dat ik mezelf minder snel ga laten afleiden en echt een aantal keren in de week lekker ga schilderen, zodat ook gewoon de werken die ik hier heb staan. En dat ik daar eventueel een mooie prints van kan laten maken. Ik heb namelijk afgelopen 2 weken gemerkt, want omdat deze opdracht, er zit ook een deadline op. Dus dan neem ik daar ook gewoon veel de tijd voor om hier aan te werken. En ik merk dat ik het gewoon iets ontzettend fijn vind. En dan kan het dus ineens wel, dan kan ik er dus wel ruimte voor maken. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk altijd wel moet kunnen. En ik ervaar dus gewoon hoe fijn ik het eigenlijk vind om iedere dag te schilderen. Dus eigenlijk mijn goede voornemen, zo mag ik het dan eigenlijk wel noemen, is om volgend jaar ook gewoon wat alerter daarop te zijn dat ik gewoon niet alles volplan en ook mezelf dwing om dus te gaan zitten en te schilderen. Afleiding is af en toe soms zo groot, hè? Ineens is dan die afwas doen heel erg belangrijk. Thank you.
voor degene die net nieuw inschakelen. Ik heb het schilderij even op zijn kant staan, want ik kon in de hoogte er niet zo goed bij. Dus als je nu denkt van, wat een vreemde... staat op zijn zijkant. En ik zal hem straks wel weer even laten zien hoe die hoort te staan. Maar voor nu is het en voor jullie goed beter om te zien wat ik aan het doen ben. En ik kan mezelf beter bij. Dus mocht je vragen hebben over waar ik nu mee bezig ben, of wat ik aan het vertellen ben, of gewoon iets willen vertellen zelf, dan kan dat natuurlijk. Hè? Dan kun je een opmerking typen en dan, als het goed is, zie ik hem dan in beeldscherm komen. Dan kan ik meekletsen. Even kijken hoor, hier zit nog wel een vrucht. Superleuk, ik kreeg vandaag een telefoontje van twee dames die graag bij mij schilderles willen komen nemen. Ik ben heel benieuwd, ik ga morgen nog een keer met ze bellen. Heel benieuwd hoe ze mij hebben gevonden. Dat is altijd wel... Hey Mimus! Oh, Mimus komt ook nog even kletsen. Ja, gezellig! Heel verhaal. Ik vind het leuk als ik mensen kan inspireren. Als ze me aan het werk zien, dat ze dan zelf ook denken, dat wil ik ook. Ik wil ook wel weer lekker creatief bezig zijn. Je hebt misschien niet op tafel. En Mimus poes even in beeld. Dank je. Mimus. Ik zie je. Ja. Even kijken, waar was ik ook weer bezig? Ja. Die houdt ook een winterslaapje, want die ligt ook zo ongeveer de hele dag te slapen.
deze tak nog door. Eigenlijk wat ik net aan het vertellen was over dualiteit en balans. Eigenlijk kwamen we tot de conclusie. Of in ieder geval, ik kom tot de conclusie. Dat je dualiteit nodig hebt om tot balans te komen. En dat is eigenlijk ook wat je hier in dit werk dan weer ziet. De dualiteit van dingen creëert balans. Vruchten schilderen is eigenlijk wel heel leuk. Dat is een beetje misschien hetzelfde als de vruchten plukken. Ik word er wel blij van. Vruchtjes maken.
kijken of het allemaal nog klopt als ik het schilderij weer rechtop zet. De dualiteit waar ik het over heb in dit schilderij kun je bijvoorbeeld terugzien in man-vrouw, zwart-wit, licht-donker, plus-min, de energie plus-min, en bijvoorbeeld van de boom, de bovenkant van de boom, de onderkant van de boom. Bovenonder. En als je deze dingen nou eens eerlijk bekijkt, het zijn dualen, het zijn ook in balans brengers. Intuïtie van de vrouw en het doortastende van de man. Gevoelig en sterk. Geven, nemen. Licht en donker is duidelijk, hè? Licht en donker. Liefde en angst. Het zou mooi zijn als we het woord spiritueel allemaal eens gewoon vergeten. En gewoon weten dat we allemaal geboren zijn heel, gevoelig, intuïtief, groot bewustzijn. En dat we allemaal eigenlijk al de kennis hebben van bijvoorbeeld de wet van aantrekkingskracht. Dat je je leven kan creëren zoals jij wil. Dat je niet langer geleid wordt, maar dat jij zelf bepaalt wat goed voor jou is.
Dan zijn we toch wel met z'n allen in het collectief naartoe aan het groeien, gelukkig. Terug naar zoals het eigenlijk hoort te zijn, vind ik. Zijn er ook velen met mij die daar zo over denken. En het is mooi dat ik dan dit soort werken onder andere mag maken die daar een bijdrage van mogen zijn. Eigenlijk al mijn schilderijen zijn een bijdrage van de nieuwe tijd, noem ik het al maar. Even kijken of ik hem nou zal omdraaien. Ik zal jullie weer even uitzoomen. Hoi Monica. Jouw vraag, heb je het eindresultaat al in je hoofd zitten of ontstaat dit terwijl je schildert? Nee, Mimos. Nou, ik heb dus de tekening. Hier, deze. Dat is dus eigenlijk waar ik vanuit werk. Ik heb dus, terwijl ik de tekening maak, heb ik dus een beetje krijg ik een idee van hoe het gaat worden. Zo van meer van dit wordt licht en dat wordt donker. Maar hoe het er werkelijk uit gaat zien, dat laat ik ook vooral ontstaan verder. Dus straks ook, als dit witte helemaal geschilderd is, dan ga ik dus met kleur aan de gang. En ik heb nu al het idee dat de achtergrond hier donker gaat worden. En man-vrouw komt dus in twee verschillende kleuren. De vrouw wordt donkerder en de man wordt lichter. Dus dat zijn dingen die zijn allemaal afgesproken nu in het ontwerp. Maar verder laat ik eigenlijk gewoon de kleuren een beetje ontstaan naar hoe de behoefte is als ik aan het schilderen ben. Dus gedeeltelijk weet ik hoe het eruit ziet en gedeeltelijk is het voor mij ook een verrassing. En dan laat ik het gewoon ontstaan. Dus Ik heb bijvoorbeeld, als ik dan die schets zie, dan heb ik wel een bepaald beeld bij van wat ik nu aan het schilderen ben. Maar altijd verras ik mezelf op een of andere manier als het dan toch geschilderd is. Want ja, het wordt gewoon gecreëerd terwijl ik bezig ben. En dan denk ik soms ook van, wauw, dat is toch best wel gaaf. Ja, dus ik verras mezelf ook. Dankjewel, Monica. Ja, het is... Ik moet eerlijk zeggen, ik weet wat ik kan, wat mijn kwaliteiten zijn, maar toch op een of andere manier ben ik altijd wel positief verrast. Het is niet omdat ik niet denk van, oh, kan ik dit? Maar gewoon omdat je toch eigenlijk, tenminste ik, niet tot in detail weet hoe het eruit gaat zien. Dus het is wel bijzonder voor mezelf ook, zo'n schilderproces. Je weet hoe het werkt ook. Je kunt van alles bedenken, maar vaak is de uitkomst toch anders. En dan heb ik het niet alleen over schilderen, maar dan gaat het eigenlijk over alles. Je kunt van alles allemaal tot in detail gaan bedenken. Maar als je het werkelijk aan het doen bent, dan kan het toch ineens allemaal anders zijn. En het geluk heb ik met schilderen dat het mij altijd positief verrast. Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. In het begin
ben je toch nog veel aan het oefenen met materialen. En meer bezig met hoe krijg ik dit zoals ik het wil. Maar inmiddels heb ik natuurlijk al die kennis opgedaan. Over verfsoorten, materialenkennis, maar ook hoe maak je een boomstam? Hè? Hoe krijg je iets driedimensionaal? Daar hoef ik niet meer over na te denken. Dat gaat bij mij gewoon van nature. Ik zie gewoon een plat vlak en ik weet waar ik licht moet aanbrengen en waar het de schaduw valt. En moet ik eerlijk zeggen, dat is heel fijn om op deze manier dan te schilderen. Dan ben je dus alleen maar bezig in ontspanning. En dan ontstaat iets gewoon. Ik heb eigenlijk mijn hele leven ben ik al aan het, aan het toeschouwen. Alles om me heen. Vorige week viel me bijvoorbeeld op, want toen ben ik dus de hele week het lichaam aan het schilderen geweest. En toen viel me op dat eigenlijk bij iedereen die ik tegenkwam, dat ik naar de huid aan het kijken was. Daar werd ik me dus bewust van. Omdat ik hier aan het zoeken ben naar alle lichte plekken. En waar zitten de spieren, waar zit de kaaklijn, waar vallen schaduwplekjes. Dus het viel me op dat ik bij alle mensen waar ik tegenkwam, dat ik dus eigenlijk stiekem aan het kijken was hoe de huid valt. Waar zitten de spieren, waar zitten de schaduwplekken. Dus ik was me daar helemaal niet bewust van. Totdat ineens zo'n moment van, hey, ik zie eigenlijk overal mijn schilderij in terug. Dus ik ben gewoon, dan ben ik eigenlijk gewoon die persoon aan het naschilderen die tegenover me staat. En dat vond ik eigenlijk ook wel, dus dat doe ik dus ook vaak onbewust. En ik vond het eigenlijk al even mooi van dat het me zichtbaar werd, dat ik dat dus doe. Dus ik ben eigenlijk gewoon hele dagen aan het schilderen. Ook als ik geen penseel in mijn hand heb. Het is gewoon een andere manier van naar de wereld kijken, denk ik. Maar door dus via deze ogen ook te kijken naar dingen, hoe dingen werkelijk zitten, leer je dus ook gewoon hoe je iets kan tekenen of schilderen. Door te kijken naar de realiteit. En dan zit het in je geestesoog, wordt het opgeslagen. En dan kun je het dus ook gewoon zo nu schilderen. Zonder dat ik hier een voorbeeldje heb van een tak. Bedenk ik gewoon, hier zit het licht, daar zit de schaduw. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb van de personen die ik hier heb geschilderd, ik heb een aantal voorbeelden gezocht. Maar ik kon natuurlijk geen één afbeelding vinden met de juiste houding. Dus ik heb een aantal wel gekeken die er enigszins op leken, maar dan niet de volledig juiste houding. Maar dan kijk ik wel naar hoe de spieren zitten en waar het licht in valt. Dus dan maak ik een keuze, hier valt het licht. En dan ga ik aan de gang en dan ontstaat het gewoon. En dat is dan dat verrassende effect wat ik dus ook ervaar bij mezelf. En denk, het klopt gewoon. En dat is dus omdat ik altijd aan het kijken ben naar hoe dingen in elkaar steken. En het observeren van dingen is ook gewoon enorm leuk. Moet ik eerlijk zeggen. En als ik dus zo intensief aan het schilderen ben geweest op bijvoorbeeld het lichaam, dan droom ik ook daarover. Dus het komt overal terug, dag en nacht.
Hi Makiko. Nice of you that you're watching. I just put the painting upside down because otherwise I can't reach it because it's too high. And then it's difficult for you all to see what I'm doing. But I'm gonna reverse it in a bit so you can see how it really looks like. So nothing really changed, I just put it on this side. And I'm painting in a different direction now. But that's okay. You won't see it later. I'll make sure of that. Oh, it's already 9:00. Oh my god. That goes quick. Didn't even thought it would be. Ik ben al een uur aan het schilderen, zeg. Ik ben gewoon ook wel veel aan het kletsen vandaag, geloof ik. Ik zal hem even weer recht zetten. I will put it straight for you, Makiko, so you can see how it's supposed to be. This is it. Okay, ik zet jullie even een stukje terug en dan zal ik hem even voor het beeld houden. Dit is de onderkant met de wortels. De Vitruvian woman, warm man. Ik ga in het lichaam nog wat highlights aanbrengen met wit, zodat de echte hele lichte delen wat nog meer naar boven komen. Een mooi koppie. Een man en een vrouw koppie. Kijk, en daar komen de takjes en de vruchten tevoorschijn. Cool, hè? Ik vind hem echt cool. Ja, dit maakt me wel blij, dit schilderij. Super leuk om te doen. Echt ook wel weer een uitdaging en daar hou ik van. Ja, het was in eerste instantie was de opdracht Shakti Shiva. Dus ik ging ervan uit dat het een Indiaanse god zou zijn. Maar uiteindelijk in het gesprek verderop kwam ik erachter. Dat het dus eigenlijk in eerste instantie om de Vitruvian man gaat, maar dan de Shakti Shiva energie in het beeld van, eigenlijk het originele beeld van Leonardo da Vinci. Alleen deze Vitruvian woman heeft dus de Shakti Shiva energie, maar heeft dus ook armen die naar beneden, naar de aarde wijzen en naar boven het universum. Dus alles in balans. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik heb ook heel veel zin om met kleur te gaan werken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar eerst dit nog. En misschien ook nog iets
van een soort van straling aan de buitenkant. Maar dat weet ik niet zeker. Moet ik even kijken. Kan altijd na de hand ook nog. Ja. In ieder geval superleuk dat jullie hebben meegekeken. En dankjewel voor de reacties. Nogmaals, heel erg leuk dat jullie afgelopen jaar mee hebben gekeken. En mij hebben geïnspireerd om zoveel mogelijk. Ik heb een paar keer niet op een donderdag geschilderd. Vanwege omstandigheden. Maar zo vaak dat het kan, zit ik graag hier voor jullie live te schilderen. Ik vind het echt enorm leuk om te doen. En helemaal als jullie me blijven volgen en inspireren. En comments geven en liken. Echt, dat werkt helemaal super. Dus dan heb ik ook het gevoel dat ik ook voor iemand anders hier iets aan het doen ben. En niet alleen voor mezelf. Ik wens jullie hele fijne feestdagen. Geniet van de kerst. Van het, misschien wel het weer. Want het is al een paar dagen lekker weer. Misschien hebben we wel een heerlijk zonnetje met kerst. En anders geniet van elkaar. Van het weer, van het buiten zijn, van het samen zijn. Het lekker eten. En ben in dualiteit balans. Denk nog eens even over na. Over afgelopen jaar. Alle fijne dingen die je hebt mogen ervaren. Misschien dingen die je wil aanpakken volgend jaar. Die je anders wilt doen. Of nieuwe plannen maken. Ik ga ook volgende week even lekker voor zitten. En me laten inspireren wat me 2020 weer mag brengen. Wat ik wil gaan neerzetten. En misschien leuke dingen verzinnen om samen te werken. En geniet van een nieuw jaar. Leuk oud en nieuw. Lekker knallen, lekker feesten, lekker samen zijn. En ik zie jullie weer in januari. Dan ben ik er weer met live schilderen met Sandra op donderdagavond. Voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Doei!